Dag Peter, wat nieuw daar. Peter Gillis, Peter Gillis belt terug. Goedemiddag Peter Gillis met Dennis. Hallo Dennis. Hallo Peter, goedemiddag. Ik heb toch wel een hele prangende vraag aan jou deze week. Ik zit hier midden met mijn kerstdorp en mijn wonderland. Ik zit hier met mensen buiten. Ik ben even gewoon naar binnen geloof, maar ik moet wel foto's maken met die mensen. Hoe lang heb je? Ja, een minuut, 2 minuten. Oh, twee minuten stop. Als je me die 2 minuten belooft is het goed. Want wat hebben wij gehoord? Wij hebben gehoord dat jij nadat Nicole is vreemdgegaan, dat jij haar vaginaal hebt mishandeld. En daar willen we heel graag jouw reactie op. Dat ze daarom ik zou het helemaal niet weten, joh. Maar je ging over de kijkcijfers bellen, zeg. Die waren 1,3 miljoen. En dat zijn natuurlijk cijfers. Maar daar wil ik het over hebben. Over andere dingen moet je het gewoon niet hebben. En dan moet je daar maar gewoon onder het tapijt schuiven. Nee, dat hoef je niet onder het tapijt te schuiven, maar kun je mij vertellen of... Ja, Peter. Je moet niet met valse voorwensel bellen, want dan ben ik helemaal niet van. Ja, maar jij moet geen vrouw mishandelen en man in elkaar slaan, waarvan je denkt dat die je vrouw mishandelt. Ik heb niks mishandeld, jongen. Voer. Dus jij ontkent dat je met... Dus je ontkent dat je met... Ja, maar ik wil... helemaal niet. En jij moet gewoon niet mijn appen van ik ga het over de kijkcijfers hebben en dan over andere dingen. Ja, maar Peter, anders krijg je niet te pakken. Anders krijg je niet te pakken, dikke kwal. Hallo? Nou ja, goed.